Best for Soil, Thermofiele compost, praktische informatie. Hallo, mijn naam is Alfred Krant. Deze Best for Soil video gaat over de productie en toepassing van thermofiele compost. Aan het einde van de video vindt u meer informatie over deze onderwerpen. Bekijk ook de andere Best for Soil video's over compost en andere aan bodemgezondheid gerelateerde onderwerpen. Gecomposteerde organische stof is een product geproduceerd door de microbiële vertering van organisch materiaal onder aerobe omstandigheden. Afhankelijk van de composteringsmethode, de grootte, de intensiteit van de bewerking en de gebruikte grondstof kan een grote verscheidenheid aan compost met verschillende kwaliteiten worden geproduceerd. Thermofiele compost, ook wel warm rottende compost genoemd, is de meest voorkomende soort compostproduct. Het kan op verschillende schalen worden geproduceerd. Van kleine stapels met handmatig draaien, tot en met door een trekker aangedreven of zelfs zelfrijdend op industriële schaal. Thermofiele compost bereikt gedurende meerdere dagen een temperatuur van 60 tot 65 graden Celsius in de hoop. Deze temperaturen garanderen het doden of deactiveren van onkruidzaden en ziekteverwekkers in de compost. De productie van compost is gebonden aan specifieke regelgeving van elke EU-lidstaat. Deze regelgeving verschilt afhankelijk van de grootte van de producent, de gebruikte grondstoffen en het risico van verontreiniging door compostproductie, bijvoorbeeld van het oppervlakte- en grondwater. De perfecte locatie om uw compostproductie te vestigen hangt af van een breed scala aan kenmerken. Afgezien van het volgen van de lokale en nationale regelgeving. Is de belangrijkste beslissing om ofwel te composteren op een afgesloten oppervlak waar u het afgevloeid water in kunt opvangen en waar u naar natte omstandigheden kunt werken, ofwel om direct op het grondoppervlak te composteren. U moet zich bewust zijn van de toegankelijkheid en de transportkosten, maar ook van de uitstoot van de composthoop, zoals geur, stof en verontreinigingen en hun mogelijke impact op het milieu. De beschikbaarheid van grondstoffen in uw regio is van cruciaal belang als u uw eigen compost wil produceren. Het belangrijkste kenmerk om rekening mee te houden is de koolstof-stikstofverhouding van uw startgrondstof. Mest werkt vaak voor zichzelf, vooral als er koolstofrijk strooisel in zit. Met andere grondstoffen moeten startmengsels worden gemaakt. Alle organismen hebben hun voorwaarden om tot bloei te kunnen komen. Dit geldt ook voor de microben die de thermofiele compost produceren. De beschikbaarheid van zuurstof in de composteerhoop en een vochtgehalte van 60 tot 80 procent zijn van cruciaal belang. Om het proces draaiende te houden is het noodzakelijk om voldoende fysieke structuur in de hoop te hebben voor voldoende zuurstof, maar ook het regelmatig draaien van de hopen is bijna altijd noodzakelijk. In dit stadium kunnen correcties worden gedaan voor het watergehalte door irrigatie, maar ook voor het wijzigen van de koolstof-stikstofverhouding, zeker aan het begin van het proces. Afhankelijk van de schaal is er minder of meer technologie nodig om hoogwaardige compost te produceren. Op landbouwschaal is een grote voorlader nodig om de hoop te bouwen en te draaien, maar ook om het materiaal door een zeef te halen. Voor het uitrijden is een compostverspreider nodig. Om de composthoop te draaien wordt vaak een trekker aangedreven 3 meter brede compostkeren gebruikt. Het draaien van composthopen is een langzaam proces, daarom moet de trekker een snelheidsbereik van 200 tot 400 meter per uur hebben. Of de compostkeerder heeft een eigen hydraulisch aangedreven aandrijflijn die de trekker in neutrale stand kan voortduwen. De meeste composteermachines kunnen gemakkelijk door meerdere boeren worden gedeeld, gehuurd of het werk kan worden uitgevoerd door loonwerkers. Naast het optimaliseren van de productie van het materiaal is het ook belangrijk om de kwaliteit van het geproduceerde materiaal te bewaken. Ook hierover hebben we een Best for Soil video gemaakt. Het is van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de lokale en nationale regelgeving met betrekking tot de toepassing van compost. Deze regels kunnen bepaalde kwaliteitsparameters eisen, maar ook gaan over het moment van uitrijden en de hoeveelheid compost die op het veld of in een kas mag worden verspreid. Afhankelijk van de schaal kan het uitrijden van compost vaak beter worden uitbesteed. Professionele aannemers beschikken niet alleen over de juiste technologie, zoals bandenspanning regelsystemen, maar kunnen ook helpen bij het papierwerk rondom het toepassen van compost. Compostproductie is een proces dat veel kennis en ervaring vereist. Wilt u meer informatie over compost? Kijk dan op de Best for Soil website waar u meer informatie vindt.